Mozes. We kennen Mozes van het biezenkistje. Maar we kennen hem ook als een groot leider die Gods volk uitleidde. Mozes, we willen kijken naar de Hebreeuwse wortels daarvan. Mozes, Moshe in het Hebreeuws, komt van het Hebreeuwse woord Mishitihu. En dat betekent eruit getrokken. Maar waar is hij uitgetrokken? Hij was uit het water getrokken. Maar dat niet alleen. Hij is uit het water getrokken op het moment dat hij in het biezenkistje lag door de dochter van Farao. Maar hij heeft het hele volk eruit getrokken uit de slavernij. Mozes. Mozes is de 26e generatie na Adam. Is dat bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. En ik zal uitleggen waarom. Want God openbaarde zich als eerste aan Mozes met zijn naam. En zijn naam lezen we in Exodus 3. Daar lezen we als de farao vraagt van wie is dat eigenlijk, die God van jullie? Dan moest Mozes antwoorden en zeggen, ik ben die ik ben. Dat is bijzonder, want dat zijn de woorden van Jehovah. Dat in het Hebreeuws is dat Yud, He, Waf, He. De vier Hebreeuwse letters. Maar de Hebreeuwse letters hebben ook allemaal een getalswaarde. En als we naar die getalswaarde kijken, dan zien we precies dat die letters, Yud, He, Waf, He, samen het getal 26 vormt. Wauw, is dat niet bijzonder? Mozes, Moshe, die de 26e generatie is, die God zich bekend maakt als ik ben die ik ben, Jehovah, met een getalswaarde van 26. Dat is niet toevallig. Mozes komt uit de stam Levi. En, want ook de hoge priester Aaron, zijn broer, die kwam en daar kwam voort uit de Levieten en ook de hoge priesters. Er is nog iets bijzonders met de naam Moshe. Want in het Hebreeuws is het ook zo dat de letters op een bepaalde volgorde staan. Maar letters kunnen ook omgekeerd worden. En als we de letters van Moshe omkeren, dan lezen we, ja, kijk maar eens goed, dan staat er Hashem. Wauw, Hashem, dat is de naam, de grote naam, de grote naam van God. Dat is bijzonder, Moshe wordt Hashem. Die naam, God, is een groot iemand en God wil ons gebruiken. Mozes was een groot profeet, dat lezen we ook in, zullen we even lezen, lezen we in Deuteronomium vers 18, vers 15. Wij zien vaak Mozes niet als een profeet en toch binnen het Jodendom is hij echt één van de grote profeten. Daar staat, een groot profeet uit uw midden, broeders, zoals ik zal de Heere uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. Mozes was het profeet. Maar uiteindelijk verwijst Mozes al naar de grote profeet, de Messias, die eens zal komen. Jezus, die voor ons gekomen is als de grote profeet. We zien ook dat in het leven van Mozes kunnen we indelen naar 3 keer 40. 40 jaar was hij in Egypte. Was hij als de dochter van Farao? Daarna sloeg hij een Egyptenaar dood en vervolgens vluchtte hij naar de woestijn. En daar in die woestijn heeft hij opnieuw 40 jaar geweest bij zijn schoonvader, Jethro. En als laatste was hij 40 jaar de leider van zijn volk en mocht hij het hele Joodse volk uitleiden uit Egypte. 3 keer 40.
40 is een afgerond geheel. Dat zien we steeds weer. En bij Mozes is dat wel heel in het bijzonder. We zien het trouwens ook bij Jezus. Als Jezus 40 dagen zich terugtrekt in de woestijn voordat hij met zijn bediening begint. Mozes werd in totaal 120 jaar. Als je in Israël woont en als iemand jarig is, dan wensen we elkaar toe dat je mag worden zoals Mozes tot 120. Men zegt mazel tov, ad mea ve esrim. Gefeliciteerd tot 120. Juist omdat Mozes zo'n belangrijke profeet was. De profeet die voor het eerst Gods naam hoorde. Heb jij Gods naam wel eens gehoord? Laat jij je ook leiden door die grote naam. Ik ben die ik ben. God wil ook jouw leven leiden. We zien in Mozes dat hij nog heel wat moest leren. Wij hoeven niet perfect te zijn om Gods leiding te mogen ervaren. God zoekt een bereidwillig hart. En dat deed ook Mozes. Uiteindelijk zegt hij bij de brandende braambos, ik ga naar Egypte en luistert hij naar de stem van God. Zo is bij mij ook een diep verlangen om naar Gods stem te luisteren, om te luisteren naar die Hashem, die ook ons roept, die ook jou roept. Ga je zijn stem beantwoorden? Doe dat, want dan krijg je een rijk leven. Ik vind het altijd bijzonder om te vertellen van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. En vanuit de christelijke ambassade doen we dat ook. Omdat er iets bijzonders zit in die Hebreeuwse wortels. We willen nu een filmpje laten zien van het werk van het christelijke ambassade. Wat wij allemaal doen. We willen Gods volk onvoorwaardelijk lief hebben. Omdat God het volk heeft uitgekozen. Kijk je mee? Als je het fijn vindt, kijk dan en abonneer je op ons kanaal. Zodat het ook verder gebracht kan worden. Bedankt. We love the people of Israel, and we want to show that love through social projects that help build a stronger Israel. We're passionate about offering life-changing opportunities for the disadvantaged, youth at risk, new immigrants, and minorities that help them step into a brighter future. We desire to make a difference throughout the mosaic that is Israeli society. We call this ICEJ Aid. Christians come to help the Jewish people. It's a dream, you know? How could it be? The Christian people come to help the Jewish people, the state of Israel. For me, it's really unimaginable. ICEJ Aid helps families break out of the cycle of poverty through educational programs such as vocational training and mentoring towards employment, as well as offering practical aid where needed most. We also support Holocaust survivors in the last years of their life. The survivors enjoy emotional and physical support in an assisted living facility where their needs are met, and they have a community of loving staff and volunteers surrounding them. אנחנו לעת זקנה, קשה לנו לתפקד בבית, וזה ארגון בעזרת השגרות הנוצרית, שאני יודע שהם תומכים בנו ותומכים יפה. Pnina from Christian Embassy appeared in our life with a lot of food and what is much more important, with their love and with their willing to support. Together with our Israeli friends, we are partnering with the God of Israel who promised through the prophet Jeremiah, "For I will set my eyes on them for good. I will bring them back to this land. I will build them and not tear them down. I will plant them and not uproot them." Christians around the world, they are our best friends. And Christians and Jews, we belong together. Thank you to the Christian Embassy and Christian around the world. Your support and partnership
helping us to change life every day. This aid wouldn't be possible without your help. Show the people of Israel God's love today and let her know that she's not alone. Become a partner by giving at icej.org/aid.